ben jij, ik wil me bijna voor je excuseren. Lief ben jij, kon ik mezelf maar op jou abonneren. Lief ben jij voor mij, door mij zacht tegen je te houden. Lief ben jij voor mij. Iedere week een mooi exemplaar van jou. En wekelijks verlangen naar nieuwe verhalen. Beelden van jou en steeds een grijpje bloot. Ik neem je mee, maar ik deel je niet. Nee, wacht, een dagblad, dan zie ik je vaker. Geniet ik nog meer van verhalen en zaken. Niks nieuws te leren, want na een uurtje studeren ken ik jou helemaal van buiten en oh. Lief ben jij, ik wil me bijna voor je excuseren. Lief ben jij, kon ik mezelf maar op jou abonneren. Lief ben jij voor mij, door mij zacht tegen je te houden. Lief ben jij voor mij. Of anders volg ik je online, met pop-ups op mijn beeldscherm. Dagelijkse dosis van jou gegarandeerd. En ieder uur hoor ik dan verhittende verhalen. Naast orkanen en debatten heb ik jou. Lief ben jij, ik wil me bijna voor je excuseren. Lief ben jij, ik kon niet mezelf maar op jou abonneren. Lief ben jij voor mij, door mij zacht tegen je te houden. Lief ben jij voor mij. Het is geen nieuws dat iemand zomaar lief voor me is. Geen spektakel dat je lieve woorden fluistert. Verder geen item waard hoe jij steeds zo naar me lacht. Maar hoe jij dat kan, oh, wat wil je dan? Geen topic waard te schrijven over woorden die gekozen zijn door jou en zijn gemaakt om te doen blozen bij verspreiding. Geen uitzending gewijd aan jouw talent voor de liefste die ik ken. Lief ben jij, kon ik mezelf maar op jou abonneren. Lief ben jij voor mij, door mij zacht tegen je te houden. Lief ben jij voor mij. Lief ben jij, ik wil me bijna voor je excuseren. Lief ben jij, kon ik mezelf maar op jou abonneren. Lief ben jij voor mij, door mij zacht tegen je te houden. Lief ben jij voor mij, zo lief ben jij, zo lief voor mij. Lief ben jij voor mij, zo lief ben jij, zo lief voor mij. Lief ben jij voor mij. Marieke van Ruitenbeek uit Beek-Bergendal. Lief ben jij, wat een heerlijk lied. Hoe is dat gekomen? Hoe is dat lied ontstaan? Ik was helemaal in de wolken van iemand en ik denk, daar moet ik iets mee. En ik dacht alleen maar, wat ben je lief? Dus het woord lief moest zo vaak mogelijk in het liedje komen. Eigenlijk heel, heel het dorp Beek heeft geholpen met het tot stand brengen van jouw nieuwe cd. Die is pas uitgekomen. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Wat ik heb gedaan, ik heb crowdfunding gedaan. Dus ik heb mensen gevraagd of ze een donatie wilden doen. Om daarmee het album te kunnen maken. En dat liep best wel goed zo eigenlijk. En daardoor heb ik het album kunnen maken. En dat album heb je niet alleen gemaakt, dat heb je met de beste mensen gedaan. Ja, Colin Hoef heeft mij geholpen. Dat is de producer van het album. En samen hebben we de liedjes gearrangeerd. Instrumenten erbij verzonnen. En het tot een heel mooi geheel gemaakt. En Lief ben jij, dat is één liedje. Wat voor liedjes zijn er nog meer? Ja, dus het loopt in stijlen best wel uiteen. Het overkoepelende thema is wel echt de liefde. Maar dan allebei de kanten daarvan. En qua stijl kun je denken aan funk, jazz, een beetje elektronisch, pop natuurlijk, van alles. Hoe heb jij zo leren zingen?
Ik heb gestudeerd aan het conservatorium in Arnhem. Artes heet dat. En daar heb ik een opleiding zang gevolgd. En ja, natuurlijk zelf heel veel geoefend. En toen kwam het goed. En waar kunnen mensen jou vinden? Als ze mensen mij willen vinden, dan kunnen ze naar mijn website gaan. www.mariekevanruitenbeek.nl. Daar staat alles op. Marieke van Ruitenbeek, kabam. Kabam. Oh.